Vandaag deel 2 over de voerpuzzel. Hoe leer jij je kat nou om een voerpuzzel te gebruiken? Kunnen alle katten dat? Of is het heel moeilijk? Kun je het zelf maken of moet je per se kopen? Nou, dat ga ik je allemaal vertellen in deze video. Welkom terug bij de Gelukkige Huiskat. Vandaag deel 2 in de reeks over de voerpuzzels. Ik ga jullie vertellen van hoe leer je je kat nou eigenlijk om te puzzelen. Want ik krijg dus de vraag van mensen van ja, dat mijn kat die doet er helemaal niks mee. Of nou, ik denk dat mijn kat het niet kan. Maar dat zou eigenlijk heel gek zijn. Ik denk dat iedere kat in principe van een voerpuzzel gebruik kan maken. Want iedere kat kan jagen. Dus iedere kat heeft het jachtinstinct om op zoek te gaan naar voedsel. En om er moeite voor te doen om het te pakken te krijgen. Dus ervan uitgaande dat jouw kat verder geen medische beperkingen heeft. Dan denk ik dat in principe iedere kat het kan. Maar hoe, als het dan niet direct vanzelfsprekend is voor jouw kat, hoe begin je daar dan mee? Nou, in eerste instantie raad ik je sowieso aan om naast de voerpuzzel dan wel ook zo'n gewone voer nog neer te zetten. Maar om de voerpuzzel extra aantrekkelijk te maken voor je kat, zou ik er eerst iets heel lekkers in doen. Dus desnoods doe je er gewoon wat lekkere snoepjes in. Gebruik in eerste instantie dan ook een voerpuzzel die heel makkelijk is en ook eentje die vast staat. Zodat die kan je dan op de plek zetten waar de kat zijn normale eten ook staat. Dan weet hij in ieder geval al waar hij naartoe moet om te gaan eten. Dan komt hij automatisch dus op de goede plek. Nou, dan zou ik dus om te beginnen gebruik maken van bijvoorbeeld zoiets. Dat staat vast op de grond en het is hartstikke makkelijk. Het voordeel van deze puzzel is ook nog dat je kat het voer kan ruiken en kan zien. Nou, en dan is het het slimst om die puzzel voor de helft of drie kwart vol te doen met voer. Want ja, hoe meer brokjes erin zitten of hoe meer snoepjes erin zitten, hoe makkelijker het voor je kat is om dat voer eruit te halen. Hij kan eigenlijk bij met een heel klein beetje hengelen met spoot, kan hij eigenlijk dat voer er al direct uit krijgen. Is dat voor jouw kat nog steeds te moeilijk, dan zou je ook in eerste instantie gewoon brokjes of snoepjes rondom de voerpuzzel kunnen leggen. Om hem nog iets meer te motiveren om dicht in de buurt van die voerpuzzel te komen. En dan gaat hij eigenlijk een soort van spelende wijs in contact komen met die puzzel. En dan zal hij zeker die brokjes eruit hengelen. Is jouw kat eenmaal gewend aan het gebruik van deze voerpuzzel en kan die het goed, dan kun je het wat moeilijker gaan maken. Dus je kan dan minder brokjes in de puzzel doen, zodat hij echt meer moeite moet doen om het eruit te halen. Je kunt ook gebruik gaan maken van een andere voerpuzzel, die iets moeilijker is. Je kunt ook op dit moment heel goed gebruik gaan maken van een rollende voerpuzzel. Die had ik natuurlijk in de vorige video al laten zien, maar het ziet er dan ongeveer zo uit. Er zitten allemaal verschillende gaatjes in en die gaatjes die kun je zelf groter en kleiner maken. Nou, in het begin doe je dan die bal helemaal vol met ofwel lekkere snoepjes ofwel de kat zijn brokjes en de gaatjes die maak je groot. Dan, zodra de kat dan met zijn pootje of zijn neus er tegenaan komt, dan rollen die brokjes er eigenlijk al vrij snel uit. Dus je kat wordt dan eigenlijk direct beloond voor wat hij doet. Snapt hij dit heel goed, ja, dan doe je ook weer minder brokjes erin en de gaatjes maak je kleiner. Uiteraard moeten ze nog wel zo groot zijn dat de brokjes er sowieso uit kunnen. Doe je er nou te weinig brokjes in, ook in zo'n vaste voerpuzzel, is het te moeilijk. Ja, dan kan dat frustratie in de hand wekken. Dus dat is natuurlijk ook niet bevorderlijk voor het welzijn van je katten. Dat is niet wat we willen. We willen gelukkige huiskatten en geen gefrustreerde huiskatten. Dus kijk goed hoe jouw kat daarmee omgaat. Maar in principe, als je dat op een goede manier doet, dan vinden de meeste katten het gewoon hartstikke leuk om te doen. Nou, heeft jouw kat dat puzzelen met een vaste voerpuzzel en een rollende voerpuzzel goed onder de knie? Maar is het echt een hele enthousiaste puzzelaar en denk je dat hij nog wat meer uitdaging nodig heeft, dan kun je nog een stapje verder gaan in dat puzzelen. Je zou bijvoorbeeld de voerpuzzel kunnen verstoppen.
Nou is dat met een vaste voerpuzzel misschien wat moeilijk omdat die wat groter is. Maar zeker zo'n rollende voerpuzzel kun je natuurlijk vrij makkelijk ergens verstoppen. Ergens in je huis, in een hoekje. Wel natuurlijk op een plek waar je kat bij kan. Als hij ver onder het bed of onder een bank ligt, dan wordt het een beetje lastig. Maar dat moet je natuurlijk eventjes goed plannen. Maar anders is dat natuurlijk ook een hele leuke manier. Je kat moet dan eerst echt op zoek gaan, zoals hij in de natuur ook zou doen. En dan uiteindelijk vindt hij de prooi, zullen we maar zeggen. En dan kan hij een beetje puzzelen en gaan eten. Dus hartstikke mooi natuurlijk gedrag wat je nabootst. Een andere manier is dat je een voerpuzzel in een voerpuzzel doet. Dus dan wordt die extra moeilijk. Zulke dingen zijn ook nog wel te koop. Sowieso zijn er best wel moeilijkere voerpuzzels te koop. Er zit best wel veel verschil in. Dus let daar ook even goed op mocht je er eentje kopen. Dat je even goed kijkt van nou, hoe moeilijk is het nou. En soms is het zo dat, dat had ik zelf met een voerpuzzel, die was best wel moeilijk. En hier, de kat snapte er helemaal niks van en ik heb een tijdje weggezet en op een gegeven moment dacht ik, nou, ik probeer het nog een keer en in één keer kan strepen dus. Stip kan het nog steeds niet, maar streep die kan het dus wel. Dus er zitten wel wat individuele verschillen in katten, van of ze het wel of dat ze het niet kunnen, of welke ze wel of welke ze niet kunnen. Ja, dat kan ik natuurlijk niet voorspellen, dat moet je gewoon bekijken wat jouw kat kan en wat hij ook leuk vindt om te doen. Het is wel belangrijk, net als met etensbakken, voerbakken, waterbakken, bronnen in zijn algemeenheid, dat die verspreid door het huis staan. Maar met name met eten is het zo dat katten van nature nooit naast elkaar eten. Eten is echt een solitair gebeuren voor de kat. En dat zal natuurlijk het gebruik van voerpuzzels ook zijn. Ja, katten die heel goed samen kunnen, zie je wel eens samen puzzelen. Ik zie dat bij Streep en Stip ook wel eens dat ze dat samen doen. Maar idealiter heeft elke kat zijn eigen plekjes om te puzzelen. Dan wel dat ze afzonderlijk kunnen zitten. Ze kunnen natuurlijk wel van elkaars puzzel gebruik maken, mochten ze dat willen. Maar zorg ervoor dat ze elkaar niet kunnen zien als ze eten. Dus een puzzel boven en een puzzel beneden, of de een in de keuken en de ander in de kamer. Dat is dus wel heel belangrijk. Dat zou ook zeker een reden kunnen zijn waarom jouw kat helemaal niet aan die puzzel gaat beginnen. Want hij moet daar natuurlijk, dat kost wel veel meer tijd dan gewoon even snel je brokjes opeten. Dus hij moet daar rustig de tijd voor kunnen nemen. En als hij zich bedreigd voelt door een andere kat, ja, dan gaat hij het natuurlijk niet doen. Dat levert veel te veel stress op voor zo'n kat. En dat zou je ook niet moeten willen. Dus kijk daar natuurlijk ook nog even goed naar. Nou, wil je nou weten of de stress tussen jouw kat zou kunnen zijn? We hebben filmpjes gemaakt over katten in een meerkat huishouden. Waarin we je hebben verteld hoe je dat zou kunnen zien. Dus die kun je dan nog even terugkijken. Moet je die voerpuzzels nou per se kopen? Nee, dat is helemaal niet nodig. Er zijn heel veel dingen die je zelf kan maken. Je zou bijvoorbeeld dat heb ik in de vorige video laten zien, een eiendoosje kunnen gebruiken. Maar je kan ook van wc-rolletjes een hele leuke voerpuzzels maken. Je kunt ook van met een oude schoenendoos of een ander doosje en lege toetjes verpakkingen, zeg maar, van die kleine plastic toetjesverpakkingen, kun je hele leuke dingen maken. Nou, daarover hebben we allemaal plaatjes verzameld op onze Pinterest-pagina. En ook op Facebook zullen we daar een aantal dingen van laten zien. Dus hou die ook allebei even in de gaten. Dan zijn we aan het eind gekomen van deze video. Dus vond je dit een leuke video? Duimpje omhoog. Had je nog niet geabonneerd op ons YouTube-kanaal, dan is dit natuurlijk een hele goede mogelijkheid om dat te gaan doen. En verder willen we je vragen om deze video natuurlijk te delen met je vrienden, zodat we nog veel meer katten van Nederland gelukkig kunnen maken. Want dat is onze missie. En dan zien we je volgende week weer. Tot dan!